We zijn nu bij het herdenkingsmonument van 1903, de strijd tegen de Turken van het Ottomaanse Rijk. En het was hier in Macedonië, in Kruševo, waarbij voor het eerst de Ottomanen werden verslagen. Het was een kortstondige victorie, want 10 dagen later namen de Ottomanen, de Turken, de macht weer over. Maar het was de eerste plek in de Balkan waar de strijd is begonnen en tussentijds even gewonnen door de Macedoniërs. De Macedoniërs zijn altijd een heel trots volk geweest en hebben altijd moeten strijden voor hun vrijheid. Dus dit is een nationaal monument. Kijk. En veel schoolklassen die gaan hier dan ook zitten en die krijgen uitleg. Heel in de verte zie je ons hotel. Oh, mooi. Het is abstract. Dat is dan ook wel weer bijzonder. En dan lopen we rustig naar het monument. Van binnen zeer akoestisch. Dat zul je straks misschien nog wel even horen. Het is hier een hele rustige omgeving. Je hoort de krekels. En het is heel rustig. Kom zo terug.